En hoe mooi is het als je kan leren dat het niet op zo'n moeilijke manier hoeft. Dat het makkelijk kan. Dat het moeiteloos kan, effortless. Dat het kan stromen, kan vloeien. En dat je ook op een andere manier je doel kan bereiken. Snel, efficiënt, liefdevol. En dat je gaat leren hoe krachtig je geest kan zijn. Mijn naam is Nikki, ik kom uit Baarn, geboren en getogen in Amsterdam. Matrix coaching kwam op mijn pad omdat ik hoorde van iemand die dat gedaan had. En ik hoorde dat zulke mooie dingen, wat ze daarmee deed. En ik vond ook het YouTube filmpje van een school die daarmee werkte. En ook met spectaculaire resultaten. Ik wilde de cursus al heel lang doen, maar het kwam nooit op mijn pad qua tijd. En nu wel. Dus 4 dagen met elkaar, heel hard werken, heel intensief en geweldig. Een van de opmerkelijke dingen vind ik wat je met jezelf kan doen. Met je eigen geest, hoe efficiënt het is. Je kan in korte tijd heel veel bereiken met mensen en ook bij mezelf. Ik heb het ook zelf gemerkt. Dus practice what you preach, zeggen ze dan. Hè? dus dat is heel mooi om te merken, ja. Nou, ik had met NLP wel geleerd hoe krachtig de mind was. Maar met Matrix leer ik nog hoe krachtiger die kan zijn. En daar ben ik wel een beetje van flabbergasted. Dat je met de juiste technieken dingen kan doen. Een van de mooie dingen vond ik ook het hoofd opruimen. Ik heb altijd een heel vol hoofd. We tekenden eerst hoe het hoofd is, hoe ik het hoofd zou willen. En daarna met behulp van technieken hoe je het hoofd helemaal kan opruimen. En ik heb nog wel eens 's nachts dat ik altijd van alles ga lopen denken. En nu denk ik, nee, weg uit het hoofd. Dan heb ik een trucje om dat heel snel eruit te gooien. Dus ik plaats nu meer dingen in de cloud buiten mijn hoofd. Waardoor ik gewoon veel meer rust in mijn hoofd hoop te krijgen. En al een beetje heb. En daar dagelijks mee oefenen. En ja, dat is zo fijn. Dat je het niet allemaal in je hoofd hoeft te bewaren. En hoe mooi is het als je kan leren dat het niet op zo'n moeilijke manier hoeft. Dat het makkelijk kan. Dat het moeiteloos kan, effortless. Dat het kan stromen, kan vloeien. En dat je ook op een andere manier je doel kan bereiken. Snel, efficiënt, liefdevol. En dat je gaat leren hoe krachtig je geest kan zijn. En je onderbewustzijn is tenslotte 95%. En we willen alles maar met ons bewustzijn doen. Want dat is wat we leren op school. Je moet goed leren. Ja, je moet luisteren wat de juf zegt. Je moet allemaal doen. Allemaal cognitief zijn we bezig. Maar het onderbewustzijn bepaalt gewoon dat je naar links gaat terwijl je naar rechts wil. En dat is het mooie, denk ik, met deze methode. Je gaat de twee, alle twee dezelfde kant op zetten. En waardoor het, ja, je hoeft niet meer tegen de stroom in te zwemmen. Ga er lekker mee aan de slag en we gaan Nederland een heel mooi land maken.